Andrea, Floor. Hi. Gewoon niet doen, gewoon concurrenten geen hand geven. Oh, dat begint nu al de oorlog. Dat begint nu al, die oorlogsvoering begint nu al. Concurrenten? Ja, voetbal, maar ook fietsen is gewoon oorlog, hè? Al dus Rob Harmeling, die twee teams die op 21 september mee gaan strijden tijdens de Rabo ploegenachtervolging een clinic geeft. De kat nog even van tafel en Rob begint aan zijn spervuur van tips. Een warming up. En dat gaan we straks doen. De eerste 6 kilometer kunnen we even lekker kletsen, even een warming up, zodat alles een klein beetje gereed is voor de inspanning. Want een ploegentijd erin, jullie hebben het allemaal gedaan, vergt toch het uiterste van je. En zo gauw als je bent gestart, is de kunst. Nou, dit is dan met 9 man, maar in principe maakt het niet uit als je met 4 of met 9 bent, zo snel mogelijk de formatie te gaan zoeken. En dat betekent dus zo hard als de sterkste het lang vol kan houden en de minst sterke zeg maar een x-aantal meter. Maar die moet het wel vol kunnen houden in principe tot het einde. Maar wat je eigenlijk doet, is constant kijken waar de wind vandaan komt. Vertel eens 1, maar doen eens 2 natuurlijk. Dus ik ben benieuwd hoe het op de fiets gaat. En welke tip heb je het meest aan tot nu toe? Nou, het is wel interessant wat u vertelde over de bochten. Want je rijdt natuurlijk niet altijd achter elkaar, maar soms ook een beetje naast elkaar. En hoe je dan de bochten goed aansluit, snijdt. Dus het is wel goed om het zo meteen even te oefenen met z'n allen. Nee, maar het is wel leuk dat je progressie kunt zien ook dan. Ja, zeker. Ja, en zo? Oppassen, je ploeg niet opblaast. Wat is de tip die je hebt gehad van Rob? Maak een keuze. Links of rechts. Belangrijkste tip. Heb je veel aan de tips van Rob? Ja, behoorlijk wat, ja. Vooral die bochten. Nee, die bochten zijn echt wel heel tof om te leren. En ook zo te doen, denk ik. En wat gebeurt er dan in die bochten? Nou, dan, normaal snij je hem inderdaad kort af om snel binnen door te gaan. Dan ben je het snelst. En nu moet je de bocht netjes ruim nemen om iedereen er achteraan te kunnen laten gaan. Dus dat vind ik wel. Het voelt anders, zeg maar. Je moet het gevoel even hebben. En teamwork hoor ik omheen. Dat is ook wel belangrijk, inderdaad. Als de wind recht van voren komt, wat moet je dan gaan doen? Je moet inderdaad een keuze maken. Dus degene die op kop rijdt, die zoekt dan gewoon. En terwijl de avond over het land valt, geeft Rob nog een paar tips. Je moet weten. Van dat hij alle kanten kwam. Je moet...